Dag mensen, een hele goede morgen en welkom bij deze koersanalyse. Deze is educatief en naar geen financieel advies. En we gaan in deze video kijken natuurlijk naar de Bitcoin koers. We gaan kijken naar Ethereum, die heeft een hard fork vandaag, een aantal nieuwtjes. En Bitcoin natuurlijk ook. Gaat de koers door terug naar de 41.000 tot 42.000 of krijgen we juist een sterke daling richting de $35.000? Ben benieuwd wat jij denkt dat er gaat gebeuren? Laat het weten onder in de comments. En over de comments gesproken, zie jij een melding dat ik heb gereageerd op jouw comment, maar is die comment er niet? YouTube blijft helaas mijn comments verwijderen. Vervelend, kan er niet zo heel veel aan doen, maar blijf zeker die comments geven. Ik lees ze allemaal, vind het tof om te zien, maar soms kunnen mijn reacties in ieder geval verdwijnen. Dan, vanaf vandaag accepteert Google weer, of gisteren is dat, weer Google advertenties. Dus positief nieuws, we zien een heleboel positief nieuws wat dat betreft. De koers die reageert er niet heel sterk op dit moment. We zitten in een wat bearish actie op dit moment, gaan we zo direct naar kijken. Maar het is goed dat Google dat weer gaat doen. Want dat betekent dat die advertenties er weer zijn. En het is gewoon weer, ja, toch bullish nieuws. En we zien dat steeds meer de laatste tijd. En dat heeft ook onder andere te maken met die stijging natuurlijk. En naast dat zien we dus ook dat zelfs de Amerikaanse banklobby zeggen: jullie moeten wat met Bitcoin doen. En dat hebben ze dan natuurlijk tegen de banken. De ABA, ABA in ieder geval, die wordt beschouwd als de meest invloedrijke financiële handelsvereniging van Amerika. En zij zeggen dus tegen de banken: jullie moeten er wat mee doen. Genoeg banken die er al wat mee doen, maar nog een heleboel moeten dat nog doen. En waarom? De klanten hebben toenemende interesse en Bitcoin en andere munten laten een prima rendement zien. Ik weet niet waarom ze het prima noemen, maar goed, misschien is dat in dit artikel in ieder geval. Maar het rendement is natuurlijk super. Maar goed, dat weten jullie als Bitcoiners natuurlijk ook wel. Dan een aantal blockchain grafieken, hè, wat ik gisteren ook in een premium Discord groep deelde. Dit komt natuurlijk gewoon van Glassnode. En wat we zien is dat in de afgelopen weken dat er een heleboel bitcoins van de beurzen zijn afgedwenen. Na die grote dip die we in de afgelopen weken hebben gezien, of tenminste een aantal weken geleden, gingen een heleboel bitcoins naar de beurzen toe. Dus dat is gewoon een signaal dat we in de gaten moeten houden voor de komende top. Wanneer die coins dus weer naar de beurzen worden gestuurd. Nu worden ze allemaal afgehaald wat dat betreft. Dus de flow van en na beurzen is negatief. Wat betekent dat er veel meer bitcoins van de beurzen worden afgehaald. En dat is natuurlijk bullish. De laatste keer dat we dat zagen was in november 2020 vorig jaar. En we weten wat er daarna is gebeurd. En de coins die naar de beurzen zijn gestuurd voor de grote dip een paar weken terug, die zijn inmiddels zo te zien allemaal weer teruggekocht. Dus hier werden ze er naartoe gestuurd en hier zijn ze weer teruggekocht bijna allemaal. En het is dus accumulatie, het witte rechthoek vlak wat ik al een tijdje noem, dat kan worden gezien als accumulatie. Ook dat komt naar voren uit de Bitcoin Live Linus van de blockchain data in ieder geval. In mijn ogen nog steeds zijn we klaar voor een stijging en hervatting van de bull market. Nog even over Ethereum. Vandaag is er de London Hard Fork. En dat zal zijn tussen 1300 en 1700 UTC. En dat is, als ik het goed heb, vandaag tussen 3 en 4 uur later. Dus 19.00. Dus dat zou nog een trade kunnen opleveren. Daar ga ik zo direct naar kijken ook. Dan Bitcoin. Ja, eigenlijk niet al te veel spannend. Gisteren ook weer een rode dag. Dit is al de vierde rode dag dat we hebben. Maar wat we ook zien is dat de koers wel boven de 0,382 Fibonacci zit. De 37.500. Als de koers kan sluiten boven de 37.500 vandaag, is het goed mogelijk dat we hier gewoon een mooie higher low hebben gemaakt op de dagelijkse. En als we dat doen boven de 0,382 Fibonacci, is dat vaak ook heel erg bullish. We zien hier ook de potentie voor een falling wedge. En dat is een bullish patroon, die kan er bovenuit breken, het hoeft niet. En op de lage timeframes is die ook te zien natuurlijk. Dus er zijn in mijn ogen twee dingen die kunnen gebeuren. Of we krijgen een mooie uitbraak en we gaan lekker door richting de 41.000. Technische target zit hier op de 42.600. Maar dit is gewoon weer een sterke weerstand. En eerlijk gezegd zie ik dit nog steeds als een deviatie uit het witte vlak. Wat betekent dat we de rest van de tijd, de komende tijd waarschijnlijk nog wel binnen de 41.000 tot 35.000 ongeveer zullen bewegen. Dat is tenzij we dus die 41.000 kunnen breken, support kunnen maken. Dan kunnen we dus weer doorkijken 42.000 en de 44.700 wat de 200 daily moving average is.
Dus dat is de tweede stap als we bullish doorzetten. En bij een bearish uitbraak uit deze falling wedge zie ik de koers dus snel teruggaan richting de golden pocket en deze groene zone tussen de 36.000 en de 33.800. Of tenminste 33.957, oftewel de $34.000. Dus dat zijn de scenario's die we op dit moment zien. Dus kortom, koers moet boven de 37.500 ongeveer sluiten op de dagelijkse. Dan zouden we het bullish scenario kunnen krijgen. En anders gaan we door naar beneden. En dat zeg ik, hè. Ik zie de comments alweer voor me. Ja, het kan vriezen of dooien. Dat is zeker waar. Maar hè, er zijn gewoon triggers die je kunt gebruiken om een trade te plaatsen. Lange termijn ben ik gewoon bullish. Verwacht ik dat we door zullen gaan. Maar op de korte termijn ja, zal een van deze twee wegen bepalen wat we in de komende dagen in ieder geval gaan doen. Bitcoin op de 4 uur, eigenlijk niet zoveel spannend, ook gisteren. Ja, allemaal downside. Hè, er was een kleine opwaartse driehoek, heeft uiteindelijk niet zoveel gedaan. Er was ook nog een kleinere falling wedge, ook die deed niet zoveel. Dus het is meer zijwaartse actie wat we zien op de koers voor nu. En ook hier die potentiële falling wedge. Dus als die uitbreekt naar boven, pak je hem op de hertest. En dan is target 1 in ieder geval de 41.000. En als we daar doorheen kunnen schieten richting de 42.600 ongeveer. En als we hier dus dit breken, dan verwacht ik ook dat we vrij snel door kunnen gaan richting de $35.000 support. En dat is hier dus weerstand, ook hier een deviatie. En wat je hier dus eigenlijk ook interessant om te zien, elke keer als je dus een deviatie boven de weerstand hebt en je komt dus weer terug daaronder, dan krijg je dus weer een goede neergang naar beneden. Dus daarom, deviatie, verwacht ik ook eigenlijk dat we door zullen gaan naar de 35.000. Maar goed, er is een falling wedge, potentieel in ieder geval. Als die uitbreekt naar boven, is dat gewoon een trade die je kunt pakken. Dan, wil je leren traden zoals ik dat doe, dan kun je natuurlijk een handelscursus doen. Je leert wat traden is, hoe je het zelf kunt doen. En je komt ook in de premium Discord groep terecht, waarbij ik meerdere updates over de dag heen deel. En als je eerst een gratis kennismakingscursus wil doen, dan kan dat natuurlijk ook. Je kunt een weekje meekijken in de premium Discord groep. En als je meer wilt leren over het traden, cryptocurrencies, deel 2, handelen, long gaan, short gaan, tools om een betere trader te worden. Je vindt het allemaal in de links onder de video. Dan Ethereum, ik heb het over die hard fork gehad. En dit kan meerdere kanten opgaan. Kijk, die hard fork is meerdere keren uitgesteld. Het staat gepland voor vandaag. Het kan uitgesteld worden. Dat zou bearish zijn. Als dit allemaal goed verloopt, zou dit bullish kunnen zijn. En ook hier zien we een potentiële falling wedge. Dus wat dat betreft, als we hier een falling wedge krijgen, uitbreiding boven, hertest, technische target. En ik zou wat dat betreft dan ook zeker een deel laten doorlopen, want de FOMO kan dan overnemen en dat kan dan zeker verder omhoog schieten. En eerdere volgende targets die zullen zitten rond de $2900. En ook hier geldt dus bearish uitbraak. Zeker ook als Bitcoin moeilijk gaat doen terwijl die hard fork er is, dan kan deze falling wedge ook naar beneden uitbreken. En dan zie ik de koers teruggaan richting de $2200 support. Deze groene balk, die moet ik eigenlijk ook nog even doortrekken. Dus dat is dan de meest waarschijnlijke target als dit bearish afloopt in ieder geval. Als die hard fork niet goed gaat verlopen. Dan nog even naar de traditionele aandelen. Gisteren deelde ik in de Discord groep. We zien hier consolidatie, evenwichtpatroon. En ook hier hebben we fake-out gezien. En daarna, vaak als je een fake-out krijgt uit een patroon, dan is dat eigenlijk een swing pattern failure. Waarna de koers dus eigenlijk juist heel snel de andere kant op gaat. Nou, dat gebeurde hier dus eigenlijk ook. Maar daarmee is het weer op weerstand beland. Dus consolidatie blijft. En zolang dit door blijft gaan, ja, verwacht ik niet veel voor Bitcoin. Krijgen we hier toch een bearish uitbraak in, dan is het goed mogelijk dat Bitcoin erin meegaat. Overall, voor de traditionele aandelen, ja, ondanks deze grotere rode rising wedge, verwacht ik dat dankzij het geldprinten dat dit eigenlijk allemaal door blijft gaan in de komende maanden. Zelfs als er wat dips kunnen zijn. Al begreep ik wel dat augustus vaak een rode maand kan zijn. Maar zelfs dan, elke keer als we denken het is over, krijgen we weer een nieuwe all-time high. Over, nieuwe all-time high. Over, nieuwe all-time high. Dus dat was het voor deze update in ieder geval. Ik geloof ook dat het geluid beter is. Het gaat nog beter worden, maar daarvoor moet mijn pakketje nog even binnenkomen. Anywho, ik zou zeggen, happy trading, een hele fijne dag en tot morgen weer.